Petrus, niet voor engeltjes. Jens Naesens, 2-3 thuis nederlaag. Jammerlijke nederlaag tegen de regerende landskampioen. Jouw gevoel daarbij? Goh, niet zo'n goed gevoel hè, natuurlijk. Het zag er lang naar uit dat het 2-2 ging blijven. En ja, op het einde dan hetzelfde scenario zoals vorig jaar. Tom Sutter die de winning goal scoort. En dat is wel jammer. Inderdaad, Tom de Sutter beslist de wedstrijd. Maar ook een beetje de wedstrijd van de invallers, denk ik. Jakovenko scoort enkele seconden, denk ik. Of ja, minder dan een aantal minuten na zijn invalbeurt. Bij jou ook. Enkele seconden, letterlijk enkele seconden. Ja, ik weet het. Ja. Jakovenko liep nog naast mij op te warmen. En opeens zie ik hem die goal scoren. Ik had even niet zien dat hij erop kwam. En dacht ik van, oh ja. En dan moest ik invallen. En gelukkig viel die bal voor mij en kost ik hem binnen. Een ontlading, hè? Dat was wel duidelijk. Direct de ploeg mee in de wedstrijd geknokt. Ja, 2-2 dan. Alles kan gebeuren, hè? Maar ja, op dat moment dacht ik ook van, ja, nu gaan we nog meer druk kunnen zetten. En dat was ook een bepaald moment zo. En kregen we misschien wel iets meer kansen. Maar dan gebruikte Anderlecht meer die lange ballen. En daar zijn ze dan iets sterker in dan ons, omdat ze ook meer gestald hadden. En dat speelde wel aan ons nadeel. En dat was jammer, ja. Dan kwam die goal nog. Ook een geel kartonnetje op zak. Wat gebeurde daar precies? Goh, ja, het was proto. Ik draai me om. Ik was net niet aan een bal en ik draai me om. Ik wil gewoon weglopen. En proto liep gewoon tegen mij en hij zocht gewoon een kaart. En ik weet niet wat het probleem was. Toen heb ik al niet die kaart gekregen, maar het heeft er duidelijk mee te maken. En het was dan denk ik die offside. Ik heb dan nu al gehoord dat het onterecht was. Ik kwam alleen voor de hol en dat ik dan gewoon die bal nog wegschiet. En daarom kreeg ik geel. Ja. Wegschiet een mooi lopje wel, hè? Ja, zat hij erin? Ik weet zelf niet. Kijk, voilà. Maakt niet uit dan. Wat is volgens jou de grote sterkte van dit Anderlecht? Ze spelen een meer dan degelijke wedstrijd deze week tegen AC Milan. Ze houden daar de nul, hè. Ze nemen een punt mee. Komen ze hier een beetje moeilijk hebben tegen Zulte Waregem. Hoe hebben jullie dat aangepakt? We hebben dat aangepakt. Ik denk gewoon dat we ons eigen spel proberen te spelen. En met vertrouwen natuurlijk. Want vertrouwen was er wel en is er eigenlijk nog altijd. Maar ze hebben gewoon iets meer kracht en power van voor en zo. Zelf van achter ook. Je zag het wel op de stilstaande fase ook. Al was het echt moeilijk. Ze konden een paar keer echt gevaarlijk zijn. Ik denk dat dat ook wel de rol speelde. Heeft ook die laatste doelpunt ziet het verschil ook. Jimmy de Jonge die dan, het is normaal dat hij het wel verliest in de Sutter. En dan is wel jammer. Het is wel opmerkelijk, hè? Als je al die spelers ziet lopen. Op televisie zou je denken, Biglia is misschien een klein mannetje, maar zelfs hij ziet er een forse bink uit. Hè? Heeft dat echt het verschil gemaakt vandaag? Ja, ik denk het wel. Er zullen wel nog punten zijn, maar ik denk dat zij gewoon iets meer kracht hadden. En gelijk dat gezegd, Biglia ook. Hij staat stevig op zijn poten natuurlijk. En dat miste wel een beetje. En jij bent tweede week op rij, treft zeker. De deugd voor het vertrouwen waarschijnlijk. Ja, dat is goed voor het vertrouwen, ja, dat is waar. Maar ik startte nu ook niet omdat ik een blessure had. Ik heb maar één keer getraind en dat was vrijdag. En dan had ik nog zelf een beetje last. En het was beter dat ik geen risico nam. En ik heb nu zelf tijdens die invalbeurt een beetje last gehad. Dus het zal afwachten zijn ook wat dat gaat vorderen. Putten jullie nu vertrouwen uit die prestatie tegen Anderlecht? Oké, het is een nederlaag, maar toch een degelijke partij, denk ik. Ja, het is nu niet dat we daar echt vertrouwen gaan uitputten, want we verliezen natuurlijk. Maar het vertrouwen was natuurlijk goed genoeg en dat zal wel zo blijven. En nu met de hoofdjes omhoog, tegen Kokzijde? Ja, tegen Kokzijde. Die wedstrijd moeten we winnen en we gaan er alles aan doen ook. Is dat een doel op zich, die beker, voor Zulte Waregem? Ja, ik denk wel hier dat in Zulte Waregem de beker belangrijk is, want ze hebben hem hier ook al een keer gewonnen. En we gaan er alles aan doen om naar de volgende ronde te gaan. Het zou leuk zijn om die eens omhoog te steken. Hè? Ja, tuurlijk. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat we nog niet zo ver zijn. Oké, Jens, bedankt voor het interview.